Dus ik ging naar de huisarts en de huisarts zei: Ja, homo, ik heb je gehaald, dat kan niet. Kun je je voorstellen? Nee. Nee. Dus de huisarts wist ook niet wat hij ermee moest. En die stuurde hem naar een psychiater. En toen? En de psychiater zei: Ga nou maar in militaire dienst, dan kom je er wel af. Ik was 17, 18, ik moest toch gekeurd worden. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dan zag ik, ik wilde niet in dienst. En ik denk, ja, ik weet ongeveer wat mij te wachten gaat staan. Dus, maar goed, ik ben gelukkig afgekeurd. Uh, toen ging ik, en hoe dat is gegaan, dat weet ik niet meer. Maar toen ging ik naar een andere psychiater. En dat was eigenlijk nog erger. Daar ben ik een aantal keren geweest. En die. Uh... Nee, wacht, ik moet eerst vertellen. Ik kwam op een gegeven moment in een kamer, want het heeft heel veel indruk op mij gemaakt, dus dat wil ik wel even vertellen. Mm -hmm. Ik kwam in een kamer en ze had me niet verteld wat er zou gaan gebeuren. Ze doet die kamer open en dan zit die hele kamer vol met, met hulpverleners. Met, ik denk, psychiaters en psychiaters in opleiding. En die stelden mij vragen alsof ik een curiositeit was. En aanvankelijk dacht ik, oh, ik heb aandacht, maar dat was niet de aandacht die ik wilde, want ik was ziek. Volgens hun? Ja, de dat conclusie ze... was van een psychiater of, of ja, een soort diagnose. Toen zei ze van, um, ik heb je onderzocht, want ik had ook een lichamelijk onderzoek, geen idee waarom, maar goed, ik liet maar dat allemaal wel gevallen. Uh, toen zei ze als conclusie van, ja, je bent wel lichamelijk ben je wel. 17, 8, ik weet niet precies welke leeftijd ja. het was. Uh, Oké, okay. maar geestelijk loop je ontzettend achter. Je bent jaren 14 geestelijk. Ja. En toen zei ze: Nou, je bent onzeker. Je bent een ontzettend onzeker jongetje. En om, je onzeker, of om van die onzekerheid af te komen, praat je een zekerheid aan door te denken dat je homo bent. Jeetje. En als, even een afslot ja. nog hoor. Ja. En, dat is belangrijk om te zeggen, en als je dan 27 bent, dat zijn ze echt 27, dan, ben je, dan kom je erachter dat je hetero bent. Ja, en, en ik dat... heb het jaren meegedragen, die, die leeftijd. Dus dat...